Ik heb gekozen voor de opleiding Business Studies, omdat ik het fijn vind dat je een breed pakket hebt. Je kan daarin nog even wat meer oriënteren met wat je eigenlijk meer leert, maar je hebt ook een veel bredere bagage wat je later in het werkveld weer mee kan nemen. Ik ben Ruben van Tatenhoven, ik ben 24 jaar, geboren op Texel. Hiervoor heb ik twee opleidingen gedaan, zowel boekhouden als bank- en verzekeringswezen op mbo-niveau. Ik heb stage gelopen voor mijn vorige opleiding bij ABN AMRO, vervolgens zomerwerk gedaan. Ik heb ook nog gewerkt voor Rabobank Alkmaar dan. Dus ja, ik ben werkzaam geweest in de sector. Vanuit de markt vandaan merkte ik ook bij massages al, wordt gewoon heel veel gevraagd van je. En ook dat je veel meer weet vanuit andere richtingen vandaan. En deze opleiding sluit daar ook precies op aan. Je hebt een hele hoop wat ze vragen van qua communicatie van jou. Dus ik moet weer een klein beetje marketing bij kijken. Je boekhouden, dat je daadwerkelijk cijfers kan lezen. Maar ook bij Human Resource Management. Die besluiten vandaag ook heel veel qua reorganisatie en qua veranderingen daarin. Als jij dat vanuit de markt al meteen ziet, met waarom ze bepaalde dingen willen gaan wijzigen, kan je daar veel makkelijker op inspelen en begrijp je een hele hoop daaruit vandaan. Want meestal is het grootste probleem ook, in ieder geval zie ik in de markt, is dat de afdelingen elkaar gewoon niet begrijpen en dat ze ook niet weten met welke informatie ze nou nodig hebben. Heb je daar meer verstand van, merk je ook dat andere afdelingen veel sneller naar jou toe komen omdat jij bepaalde informatie weet, maar dat ze ook veel meer openstaan voor jouw verhaal daarin.